Ja, dank u wel. De heer Eermans baseerde zijn hele verkiezingscampagne op het idee dat hij de VVD naar rechts zou gaan trekken. En nou, mijn oordeel is dat dat niet heel erg goed gelukt is. Maar waarom ziet hij dat niet? Waarom ziet hij niet dat de VVD gewoon immigratie wil? Dat dat daarom al 10 jaar gebeurt? Dat het niet een ongelukje is wat zomaar is gebeurd? Waarom dringt dat niet door? Heer Eermans. Die vraag zou je aan de VVD moeten stellen, denk ik. Wat ons betreft, kijk, wij zijn in staat met Ja 21, en als het nu niet is, dan is het op termijn, om de VVD naar rechts te trekken, ben ik van overtuigd. En ik denk meer in staat dan FVD, als ik zo vrij mag zijn, om het beleid naar rechts bij te stellen. Dat gaat ons nu misschien niet lukken, omdat wij feitelijk geblokkeerd zijn door D66. Ik geloof niet zozeer door VVD en CDA. Maar ik geloof erin dat wij een realistisch verhaal kunnen zijn voor kiezers bij de volgende verkiezing om wel een rechtsbeleid in de startblokken te zetten. De heer Jansen. Sorry, excuus. De heer Jansen. Ja, dat is of heel naïef of u liegt gewoon tegen uw kiezers. Want natuurlijk via de voorzitter. Ja. Of de heer Eermans liegt tegen zijn kiezers. Het is natuurlijk niet zo dat de VVD uit de EVRM gaat stappen. Het is niet zo dat de VVD uit de Europese Unie wil. Ze willen in die dingen blijven zitten. En als u dat blijft betogen van nou, we moeten minder immigratie. Dat kan gewoon niet als we in die dingen blijven zitten. Als we in die verdragen blijven. Dus of u snapt het gewoon zelf helemaal niet. Of u bent gewoon aan het liegen. Of de heer Eermans is aan het liegen. De heer Eermans. Ja, u staat weer te blaffen tegen de verkeerde boom. Want dan zou ik zeggen, ga eens kijken bij de VVD en laat uw mening daar horen. Kijk, wij staan misschien in een aantal opzichten ver van elkaar af, maar in een aantal opzichten ook niet. Maar als je er niet meer in gelooft dat je beleid kan bijstellen, als je denkt van ja, we staan hier op de wereld voor onszelf, we gaan de stand van de maan verkennen en we gaan over tot de orde van de dag, ja, dan heb je een hele goede aan de FVD en wat minder bij JA21. Wij zijn een realistische partij die ook weet dat je mee kunt doen en dat je daar ook compromissen voor moet sluiten. Dat je dingen voor elkaar kan krijgen. Maar als je alleen maar gaat staan, blaf aan de zijkant, dan weet je zeker dat er niks verandert. Dus ik geloof dat we dan in een andere soort politiek zitten dan FVD. Ja. Heer Jansen. U bent duidelijk heel erg succesvol geweest in het veranderen van al die dingen dan. Maar ja, ik snap gewoon niet hoe dit niet kan doordringen. Ik snap gewoon niet hoe u niet kan zien dat de partijen die nu aan de macht zijn geweest, die partijen die al decennia aan de macht zijn, continu dezelfde keuzes maken en dat geen ongelukje is. En als u op ze gaat inpraten over, ja, misschien moeten we het niet doen, dat niet gaat gebeuren. Nou, heer Eermans. Het feit is, op dit moment verandert er niet veel. Sterker nog, we blijven in dezelfde kabinetsformatie zitten als we zaten. Dus er verandert heel erg weinig. Het enige spannende wordt nog het medisch-ethisch verhaal. Wordt dat nog iets of gaat dat ook op dezelfde voet verder? Dus bij ons hoeft u niet te zijn om te kijken van waar zit het verschil. Wij willen graag veranderen, maar dan zullen wij denk ik nog groter moeten worden. En als ik het zo aanvoel, gaat de kiezer dat ook belonen. Dus wait and see, zou ik zeggen.